En dat vond ik wel een beetje erg. En op dat moment was mijn respect echt helemaal voor hem weg. En ik heb inderdaad wel gespuwd. 9 december staat in het teken van het gevecht tussen Rico Verhoeven en Jamel Bensadik. Een aantal weken geleden ging het er al heftig aan toe tijdens de persconferentie, dus dit gevecht belooft veel. Ik ben momenteel in Bergen op Zoom en ik ga even een kijkje nemen in de sportschool bij Jamel Bensadik, want ik ben benieuwd hoe ready hij is voor dit gevecht. Let's go! Jamel Bensadik, daar zijn we dan in de sportschool. Hier vindt eigenlijk een groot deel van jouw voorbereiding plaats. Hoe ziet nou zo'n voorbereiding voor jou uit? Eigenlijk zo'n laatste week voor het gevecht? Ja, het laatste week is eigenlijk een beetje het puntje op de i zetten. En de grotendeels hebben we al gedaan. En de bedoeling is gewoon van de laatste week scherp blijven, gefocust blijven, de puntje op de i zetten. En de grotendeels hebben we al gedaan. Ja. Een tijdje geleden was je helaas niet fit genoeg voor het gevecht. Hoe fit voel je nu? Momenteel ben ik gewoon super fit en mijn gezondheid is gewoon oké. Ik voel me gewoon fit. Ik heb een sterke voorbereiding gehad. Het klopt, het laatste had ik een gezondheidsprobleem. Het is nu weer achter de rug en ik heb een vol goed voorbereiding gedaan. Je hebt eerder tegen Rico Verhoeven gevochten. Tweede ronde knock-out. Ik kan me voorstellen dat je met extra zelfvertrouwen dan zo'n gevecht ingaat. Maar als je kijkt naar zijn ontwikkeling van de afgelopen jaren. Hij is wel sterker geworden en beter ook geworden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, klopt. Hij heeft weer meer wedstrijdervaring. De afgelopen jaren heb ik niet echt zoveel gevochten. Ik had natuurlijk ook een ander gevecht. Ik had een gezondheidsgevecht. En dat is ook een ervaring die ik meeneem naar de ring toe. Omdat ik gewoon weet dat ik een sterke vechter ben en ik heb een sterk karakter. En dat ga ik gewoon de mensen laten zien 9 december. En dat is het verschil. Ja, je hebt inderdaad niet alleen binnen de ring gevochten de afgelopen jaren, maar ook buiten de ring. Je hebt schildklierkanker overwonnen. Wat heeft jou dat meegebracht naar nu? In welk opzicht heeft jou dat misschien ook sterker gemaakt? Ja, natuurlijk, de grootste is het doorzettingsvermogen. En doorzettingsvermogen toch verder te blijven trainen, verder te blijven vechten. En de moed niet op te geven, ik denk dat het belangrijkste is. En het is echt een ervaring die ik meeneem en dat ga ik het publiek ook laten merken 9 december, dat ik gewoon een vechter ben die blijft vechten, wat er ook gebeurt. Dus dat is mijn grootste ervaring die ik meeneem zaterdag. Je hebt eerder gezegd, Rico Verhoeven zie ik niet als een vechter. Ik zie hem ook eerder misschien als een atleet. Mm-hmm. Klopt, ik heb altijd toegegeven dat hij gewoon een sterke atleet is en dat hij ook een goed gezicht is voor de sport natuurlijk. Maar de mensen willen dit niet zien. De mensen willen een echte wedstrijd in de ring zien, willen echt een gevecht in de ring zien. En het gaat niet om wie het meeste puntjes maakt, maar wie de tegenstander eruit slaat in de ring. En dat is wat de mensen willen zien. Wil ik even teruggaan naar de persconferentie. Het was heel heftig, heel intens ook. Er werd over en weer wat geroepen, wat geschreeuwd. Rico Verhoeven, die zei van ja, Jamal die spuugde naar me. Op beeld is te zien dat dat ook gebeurde. Wat gebeurde daar precies? Ja, wat er precies gebeurde, we staan daar tegenover elkaar. Ging hij iets roepen wat totaal niet met topsport te maken heeft, totaal niet met sport te maken had. Wat meer naar mijn gezondheid, wat meer met mijn gezondheid te maken had. En dat vond ik wel een beetje erg, want op dat moment was mijn respect echt helemaal voor hem weg. En ik heb inderdaad wel gespuwd en ik ben ook beboet geweest door Glory zelf, die dag zelf nog. Maar op dat moment was mijn respect voor hem totaal weg. En daar had hij gewoon voor boete 9 december. Want het wordt dan ook wel een persoonlijk ding. Hij zegt, je hebt iets ook geroepen over zijn familie. Hij roept iets over jouw gezondheid. Dit is best wel persoonlijk, van beide kanten wel. Ja, zo komt dat. Zo komt het uit dat het meer persoonlijk is, maar ik heb inderdaad ook dingen geroepen die dat niet kunnen. En dat heeft hij ook laten zien dat bij de persconferentie dat hij dat ook kan. En wat ik gewoon een beetje erg vind is dat hij zegt van hij is niet sportief en dit is geen topsport. Maar de mensen weten natuurlijk niet wat er is geroepen. Dus ik vind het ook een beetje minder van de mensen die gaan beoordelen terwijl dat ze niet weten wat er is gezegd. Maar goed, daar hou ik mij niet mee bezig deze dagen. De mensen zullen het wel allemaal zien 9 december. Je hebt ook gezegd, dit is waar je het voor doet, die belt op 9 december. Je hebt hiervan gedroomd, je leeft hiervoor. Gaat er dan ook een bepaalde druk van je af na 9 december, wat de uitslag ook mag worden?
Natuurlijk ga ik ervan uit dat ik win. En eens dat ik dat heb gedaan, is het een doelstelling die ik heb bereikt. En dan gaat er wel misschien een druk van mij af. Maar vooralsnog ben ik gewoon doelgericht en kijk ik uit naar zaterdag. En dan gaan we gewoon met de winst vandoor. En daarna zien we wel weer wat er gebeurt. Wat ook heel tof is, Ali B en Soufiane Ediani, die supporten jou. Die hebben zelfs een track uitgebracht. Wat vind je van die track? Ik vind het best wel een leuk nummer. Ik heb de nummer al beluisterd. Ik vind het best wel leuk. En ik vind het geweldig dat ze dat hebben gedaan. En ik ken Ali al een lange tijd. En Soufiane komt van mij van de buurt. Mijn moeder die zei me zo. Op een dag leef jij je droom. Mijn moeder die zei me zo. Hoe is jouw band met de jongens? Ja, goed, we hebben een goede band met elkaar. Ali spreek ik wel. Meestal is hij wel druk bezig, maar we spreken elkaar wel. En Soufiane, ja, het is een jongen uit de buurt. Die kom ik wel vaak tegen. En we zijn gewoon opgegroeid samen. We komen uit dezelfde buurt. Dus, ik vind het wel dat ze mijn supporter op deze manier. Je merkt ook dat het de afgelopen tijd enorm leeft. De supporters van jouw kant die staan op. Supporters van Rico's kant staan op. Hoe belangrijk is die support voor jou? Van ja, toch wel ook voor een groot deel de Marokkaanse gemeenschap? Ja, ik voel wel de support en vooral van de Marokkaanse gemeenschap en ik ben daar heel erg dankbaar voor en ik voel de support en ik kan niet wachten tot zaterdag en dat ik hun dan zal belonen voor al de support die ze me hebben gegeven deze afgelopen weken. Hier doe je het voor. Klopt. Heel veel succes en ja, we spreken elkaar de 9e. Dankjewel.